gezellig zo, hè, bij dat vuurtje. Oh, lekker warm. Hey, Mark, ik heb hier een paar koekjes. Zouden jullie misschien een koekje willen? Ja. Ja, ik ook wel. Er is alleen één probleempje. Deze koekjes, die zijn van de avonturier. Ze kunnen we niet zomaar pakken. Even een goede oplossing verzinnen, zodat we een koekje kunnen krijgen. Hey, hallo daar. Hey, avonturier. Zal ik erbij komen zitten? Ja, gezellig. Kom erbij zitten. Zo. Ja. Wat zullen jullie aan doen? Ja, we hebben even een vraag voor je. Ja, wij zagen deze lekkere koekjes liggen. En dus wij vroegen ons af, mogen wij misschien een koekje voor jou? Nou ja, avontuurlijk mag dat. Oh, dat is lekker. Maar wat netjes dat jullie het vragen. Ja, ik dacht van, laten we hiervoor een goede oplossing verzinnen. Laten we even met jou overleggen. Snap je? Ja. Want ik moest denken aan ons avontuur wat we hebben meegemaakt. Toen in de woestijn, weet je nog? Ja, toen moest ik ook een goede oplossing verzinnen. Toen moest ik je even helpen. Ja, maar dat was eigenlijk wel een beetje een ongepaste oplossing. Oké. Okay. Maar dat deed je eigenlijk helemaal niet om mij te helpen. Dat deed je om jezelf te helpen. Oh. Jij wilde die kaart van mij te pakken krijgen. Ik weet nog heel goed hoe dat ging. Mobiel. Is hij stuk? Oh nee. Doet helemaal niks meer. Kan het nou zijn? Mijn profmobiel deed het toch zo goed. Oh nee. Ik had hem nog wel zo mooi gemaakt. Even kijken hoor, wat kan het zijn? Het stuur, ja, dat zit er nog steeds op. De banden, daar zit nog steeds lucht in. En die motor, ja, dat is een schitterend motortje. Die heb ik zelf nog gemaakt. Dat kan hem ons dan lukken. Oh, de lampen zijn ook al uit. Wacht eens even. De benzine. Even kijken hoor. Ja, er is ook geen benzinestation. Ik heb het tankpas ook helemaal niet bij me. Gelukkig heb ik nog de jas van de avonturier. Kan ik er even voor die kaart gaan bekijken. Gaan bekijken wat voor ontdekking die nou ging doen. Kan ik die prijs winnen? Wacht eens even. Ja, die kaart. Die zit er helemaal niet in. Kan dat nou? Af en toe hier heeft hem vast ergens anders gestopt. Potversnoi. Er zit niks anders op. Ik zal van het hele eind terug moeten lopen. Anders krijg ik die kaart nooit te pakken. Oh, wel een eindje lopen zeg. Jammer van die profmobiel. Nou goed. We gaan er snel vandoor. Dan loop ik dat eind maar. Ja, wat is nou een goede oplossing voor mijn probleem? Die profsnor ging er zomaar vandoor. En nou zit ik hier nog met mijn kist vast. Gelukkig heb ik die kaart nog. Kan ik toch nog eens even kijken hoe ik straks verder moet. Hé, hey, avonturier! Huh? Waar was jij nou, joh? Profsnor? Ja, waar was jij? Waar was ik? Jij ging er vandoor. Vandoor? Nee joh, dat was gewoon een experimentje wat ik aan het doen was hoor. Ja, het is een beetje mislukt. Mijn benzine is op. Dus toen dacht ik van, ik kom wel even terug. Dan kom ik je nu wel echt helpen. Ja, ja, helpen ja. Ja. Zeker dat ik jou daarna kan helpen met jouw profmobiel. Ja, dat is logisch natuurlijk. Een uitstekend idee, al zeg ik het zelf. Ja, maar die kist. Hoe krijgen we die nou los? Ja, misschien moeten we dan toch samen maar eens even gaan graven. Graven? Maar heb je misschien wat in je kist? Laten we eens kijken. Ja. Vind je dit nou trouwens echt een goede oplossing? Ja, zeker weten. Omdat je eigenlijk maar alleen maar kon helpen omdat je zelf hulp nodig hebt? Ja, tuurlijk. Wauw, automatische zandverdelers. Die heb ik al jaren niet meer gezien. Nou, de kaart die gaat erin. Oh ja, de kaart. De stoel moet weer mee. Als jij nou aan die kant begint te graven, ja, ja. Dan begin ik hier. Komt goed. Eens proberen.
Zo. Zwaarder dan ik dacht, zeg. Volgens mij is die er wel uit. Ja. Laten we dan die schepper er maar in doen. Ja, de schepper. Hoe noemde jij dat ding? Automatische zandverdelers. Ja, dit is wel een redelijke oplossing. Zullen we touw gebruiken? Dat is wel handig, ja. Hier. Kom, helpen. Nou, best mooi opgelost, toch? Ik was er zelf wel blij mee met die oplossing. Ja, dat zal best weer. Maar dat was helemaal niet zo'n goede oplossing, hoor. Oh. Niet elke oplossing van een probleem is een goede oplossing. Soms is het een ongepaste oplossing. Net als bij die broers van Jozef. Oh ja? Weet je nog van de vorige keer? Ze hadden Jozef in de put gegooid, maar ze kunnen hem daar natuurlijk niet laten zitten. Ze moeten een oplossing hebben. Luister maar hoe ze dat hebben gedaan. Nou, de 10 broers zitten lekker te eten en te drinken bij de kudde, bij de kudde schapen. En vlakbij is die lege put. Daar hebben ze Jozef in gegooid. Af en toe horen ze hem nog roepen. Dat is natuurlijk best erg. Hebben ze hem gewoon ingegooid en die zit in de put te schreeuwen. Van help, help. Ja. In de verte komen mannen op kamelen aan. Maar dat zijn handelaren. Die kopen spullen. En die spullen die verkopen ze daarna weer door aan andere mensen. Weet je wat, zegt een van die broers. Laten we nou Jozef gewoon aan die handelaars verkopen. Dus dan halen ze hem uit die put en dan gaan ze hem aan die handelaars meegeven. Dan hebben we geen last meer van die opschepper. Ja, goed idee, zeggen een paar van die andere broers. Dat lievelingetje van vader, nou, die denkt dat hij veel belangrijker is dan wij. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus ze trekken hem uit de put, die Jozef, en ze verkopen hem aan de handelaars. En zo, ja, krijgen ze wel geld natuurlijk voor Jozef. En dan verkopen ze Jozef gewoon dat hij niet meer hier is. Nou, de broers die krijgen 20 stukken zilvergeld ervoor. En Jozef moet mee met de stoet handelaars. En samen vertrekt die groep naar Egypte. De broers pakken de mooie jas van Jozef, die hebben ze afgepakt. En ze smeren er wat bloed van een schaap aan. Ja, echt. En dan laten ze de jas aan hun vader Jacob zien. En dan zeggen ze, kijk, hier is de jas van Jozef. Hij is vast door een wild dier opgegeten of zo. Terwijl ze best weten dat ze hem verkocht hebben. Ja, dat weet Jacob natuurlijk niet. Ja, wat denk je? Jacob schrikt vreselijk. Ja, dat is de jas van Jozef, zegt hun vader natuurlijk. Hè? Oh nee, niet Jozef, niet mijn zoon. En hij huilt, want hij denkt dat Jozef niet meer leeft. Niemand kan hem troosten. Maar ook al weten de broers dat Jozef niet echt door een wild dier is opgegeten, niemand weet hoe het nou echt met Jozef gaat en waar hij is. Ja. Wow, dat is wel echt een spannend verhaal, zeg. Maar die broers, ja, die hadden dan wel een oplossing. Maar dit is wel heel erg om dat bij Jozef te doen. Dat kan je toch niet maken? Dat is duidelijk een ongepaste oplossing. En moesten ze er ook nog over liegen tegen hun vader? Oh, dat is toch echt erg? Ja, echt erg. Nou, dan valt het eigenlijk nog best wel mee wat ik bij jou heb gedaan. Ja, dat kun je nou wel zeggen. Maar ik zat echt in de put, hoor. Ik zat er zomaar vast. Ja, ja. En trouwens, daarna ging je mij nog helpen ook. Ja, ondanks alles ben ik je toch nog gaan helpen, ja. Maar dat is natuurlijk weer een heel ander avontuur. En je weet het, laat je niet kisten.